Wat is er te zien aan Jezus? Wat is er aantrekkelijk aan Jezus? Wat is er voor reden om iets aantrekkelijks in Jezus te zien? In een heel korte tijd komt één van beiden tot inkeer. U misschien? Dat hoeft geen jaar te duren. Dat is een jaar te lang. Dat hoeft geen week te duren. Maar er kwam er één van beiden tot inkeer. Eén. Die andere versteende. En die ander die brak. Onder dezelfde preek. Onder hetzelfde zien op Jezus. Viel het twee kanten uit. Je versteent. Of je verbreekt. Ik roep u op om te zien op Jezus. En één van die twee die zegt: wij hangen hier strafwaardig. In die ene preek, in dat ene uur komt die ene tot bekering. En die ander die vloekt door. Samen gevloekt. Samen een moord gepleegd. Samen gekruisigd. Samen veroordeeld. En de een versteend en de ander verbreekt. Hij moest iets van Jezus weten. Waarom? Nou, zegt hij, deze die in het midden hangt, die heeft niets onbehoorlijks gedaan. U wel. Ik ook. Wij hangen hier rechtvaardig tussen hemel en aarde. Als straks het vonnis wordt voltrokken, dan is het een rechtvaardig oordeel, of niet? Maar die ene die gaat Jezus vrijpleiten. En zegt: het is waar, wij hangen hier rechtvaardig. Wie durft het? Wie durft het te zeggen vanavond hier op de plaats van de executie? Ik hang hier rechtvaardig. Wie? Daar hoef je geen maand voor overtuigd te zijn. Ook geen dag, maar vanavond onder de prediking. Dat je in je geweten overtuigd wordt, het is waar. Wij hangen hier rechtvaardig. Wij hebben de dood verdiend. En dan het zien op Jezus. Hé, moordenaar, wat zie je in Jezus? Hij is onschuldig. Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. En die ander die vloekt door. Versteend. Ongebroken. Ze hebben allebei dezelfde Jezus gezien. Bij welke categorie hoort u?